Pingpong, tafeltennis was heel leuk. Rolstoelbasket was super. Rolstoeltennis is plezant. Sporten was heel tof. Rolstoelbasket was keileuk. Sport is leuk. Pingpong was leuk. Rolstoeltennis is heel tof. Ik ben dol op basketbal. Sporten was leuk. Sporten is leuk omdat je heel veel kan rollen en heel veel kan spelen en plezier maken vooral. Vandaag organiseren we een jeugdsportfeest. Dat is eigenlijk een sportieve dag voor kinderen en jongeren met een handicap. Kinderen met een fysieke handicap of een verstandelijke handicap. Zij gaan eigenlijk een aantal sporten beoefenen doorheen heel de dag. Maar ook heel belangrijk is dat ze veel plezier beleven. En we proberen echt het fun centraal te zeggen. Zodat ze een super toffe dag beleven en dat het gewoon leuk is. Sport is heel erg belangrijk. Voor mijn handicap, voor mijn spieren, die worden daar sterker van. Waardoor dat mijn handicap niet erger wordt, waardoor het eigenlijk beter wordt. En ik denk dat dat voor de kinderen ook hetzelfde geldt. Eigenlijk. Als ze meer gaan sporten, dan gaan hun spieren meer beter ontwikkelen. En dan gaat dat wel allemaal beter gaan, denk ik. Ja, het was natuurlijk zeer leuk vandaag, hè, om al die kinderen hier te zien. En hoe blij dat ze eigenlijk zijn om aan sport te doen. Dus het was wel zeker een goede dag. Voor mij is het eigenlijk wel belangrijk om hier te zijn, omdat ik hopelijk een beetje als voorbeeld kan dienen tot de anderen. Om hen zo zeg maar, een beetje te kunnen bijstaan en hier een motivatie te kunnen geven. En om te zeggen van ja, kijk, dit is niet het einde. Er is nog veel meer dan dat jullie denken. En er zijn talloze mogelijkheden. En het zou jammer zijn als je die niet zou kunnen ontdekken. Een beetje zenuw, want wat gaat het allemaal zijn? En uiteindelijk naar de dochter toe van wat gaat ze kunnen, wat gaat ze niet kunnen. En dit was super kindvriendelijk. Als er een activiteit was dat ze niet mee kon doen, werd daar rekening mee gehouden. Direct wisselen van harde bal naar zachte bal. Direct dat samengevoel, dat alles samen doen. Ook voor de ouders, direct meedoen. En ja, je werd een deel van een heel grote groep, van een heel grote familie eigenlijk. Echt voor herhaling van het boek, ja.